heten u allen van harte welkom bij de jaarlijkse herdenking georganiseerd door Stichting Vleugels der Vrijheid. Deze stichting heeft zich sterk gemaakt om hier een gedenkteken te plaatsen, maar niet alleen voor hier de omgekomen geallieerden of militairen, maar voor heel eigenlijk het goed. Hier op deze plaats zijn in de Tweede Wereldoorlog geallieerde vliegtuigen neergestort. Dat klopt. De herdenking houden we dus elk jaar op de laatste zondag van de maand september. En wij gedenken namelijk de omgekomen vliegtuigbemanningsleden die gecrasht zijn in de gemeente Echt Susteren tijdens de Tweede Wereldoorlog, de geallieerden dus. En de herdenking concentreert zich dus niet op een individuele crash, maar op alle crashes die hebben plaatsgevonden. Nou, verder bestaat de herdenking natuurlijk uit het moment dat we stilstaan hierbij. We hebben velen uitgenodigd om bij ons aanwezig te zijn. Diverse hebben toegezegd om een krans te leggen. En er is muziek. We hebben bijvoorbeeld elk jaar al ondersteuning van de fanfare hier uit Pei. En we hebben natuurlijk ook de pipes en drums. Die treden straks op een heel aparte manier op. En tegen die tijd dat wij deze film zien, dan weet u precies hoe ze dan opgetreden zijn. Aan deze kant staat ook nog een meneer naast me, meneer Van Bedijk, als ik dat goed lees op het bordje. Ja. We spreken uit van Bedijk, maar ik ben majoor buitendienst van de Koninklijke Luchtmacht. Mm-hmm. Ik heb begin dit jaar het voorzitterschap over mogen nemen van luitenant-kolonel B.D. Jacobs, Edwin voor ons. Daar ben ik erg verheugd om en trots op dat ik dat mag gaan doen. Edwin heeft net iets verteld over de herdenking van vandaag. Ik stap even terug naar gisteren, want gisteren hebben wij met het bestuur ook een herdenking gehouden. Maar toen zijn we alle individuele monumentjes afgegaan. Omdat we daar dan iedere airman, iedere gesneuvelde persoon persoonlijk kunnen herdenken en de naam kunnen uitspreken om eerbied te tonen en dankbaarheid voor hetgene wat zij voor ons hebben gedaan. Die monumentjes die staan hier overal in de omgeving. Als u op de site van Op Vleugels der Vrijheid kijkt, dan zult u ook zien waar ze staan en kunt u ze, indien u geïnteresseerd bent, bezoeken. Ik heb inderdaad gezien, daar hingen kransen bij. Hebben jullie dat bij elk monumentje gedaan? Ja, bij elk monumentje hangen we kransen. Wordt dan ook op die dag de last post geblazen. En houden we een minuut stilte uit eerbied voor de jonge mensen die voor ons gesneuveld zijn. Heeft u hier nog wat op aan te vullen? We hebben namelijk nog één graf. En dat bevindt zich in de gemeente Echt Susteren natuurlijk. Maar dat is een graf van een omgekomen piloot. Tweede Wereldoorlog. Maar die niet gecrasht is in de gemeente Echt Susteren. Dus als crash herdenken we hem niet. Het graf, dat is een graf die daar bij de basiliek, de Amal Berga basiliek in Susteren ligt. Daar hebben we ook wel bij stilgestaan gisteren natuurlijk, want daar sta je bij een graf stil. Ja. Doet hij dat in meerdere gemeenten in Echt, die herdenkingsdiensten houden? Nee, dat is een herdenking gewoon bij ons. De verschillende gemeenten hebben natuurlijk hun eigen herdenkingen en die zullen ongetwijfeld stilstaan bij verschillende andere omgekomen geallieerde militairen. Bijvoorbeeld weet ik dat in Herkenbos, maar dat is al hier buiten, ook de omgekomen vliegtuigbemanningsleden herdacht worden. Maar niet zo gek ver hier vandaan, Sint-Joost, daar hebben we ook een monument waar dus de bevrijders, en dat zijn overwegend landmachtbevrijders, die gestorven zijn daar, herdacht worden. Ja, wat misschien ook wel goed is om te vertellen, en dan spreek ik even niet over de herdenking op dit moment, maar over wat wij als stichting nog meer doen. Hier naast ons ligt een schuilkelder, een Luftschutzkeller, een bunker, waar wij rondleidingen geven. Die rondleidingen geven van de maand mei tot en met september, op de eerste zondag van de maand. We hebben dit jaar weer veel belangstelling gehad. En ik zou ook eigenlijk iedereen willen uitnodigen
om volgend jaar, in de maand mei tot en met september, eens een kijkje te komen nemen. En inderdaad te zien welke geschiedenis hier allemaal bij de abdij ligt. En van het Bernardus College wat hier altijd stond. En de bunker. Dus ik nodig u bij deze alle van harte uit om weer onze website te bezoeken. En daar kunt u zich dan aanmelden voor rondleidingen volgend jaar. Ja, en die rondleidingen vinden plaats in de maanden mei tot en met september. Maar dan kan ik gewoon dus de eerste zondag van september komen. Nee, dat denk ik niet. Altijd komen, maar wij hebben namelijk dit jaar voor het eerst hebben we gevraagd om de mensen die dus interesse daarvoor hebben om zich aan te melden. Want dat is vorig jaar is het voor het of in 2019 één keer gebeurd dat er te veel mensen bij elkaar kwamen en dan is het zinloos. Als je daar met 30 man staat, dan kun je er eigenlijk geen goede rondleiding mee. En ik moet zeggen, het is heel succesvol verlopen dit jaar. We hebben heel veel belangstellenden. Nee, eigenlijk niet. Ik zou iedereen in ieder geval willen danken namens ons bestuur voor het kijken naar deze aflevering. En degene die er dit jaar niet bij zijn bij de herdenking, maar volgend jaar interesse hebben. Mensen, u bent van harte welkom. Dankjewel. Heb u nog een laatste woordje? Nee, dankjewel. Oké, dan dank ik jullie beiden voor dit interview en we hopen dat we er een hele mooie dag van kunnen maken vandaag. We gaan er toch gewoon een beetje stilletjes vanuit dat het een fantastische dag wordt. Maar we hebben een paar elementen nodig. Dat is de goede God voor het weer en de mensen voor een geslaagd festijn. Dank u wel. Die zullen komen. Dank je wel. Dank je wel. Dank je. Dames en heren, jongens en meisjes, mag om te beginnen wel een verzoek uw mobiele telefoon in de brilstand te zetten of uit te schakelen. Voorts wil ik in het kader van de APG-regelgeving iedereen erop attenderen dat de foto's en videoopnames vandaag gemaakt op onze website en Facebookpagina's zullen worden gepubliceerd. Ladies and gentlemen, boys and girls, you are requested to switch off your cell phones, please. Please note that the pictures and video films made during this event will be published in our internet site and Facebook page. Graag stel ik me even aan u voor. Ik ben de luitenant-kolonel buitendienst Edwin Jacobs, bestuurslid van de Stichting van Vleugels en Vrijheid, en ik zal vandaag de ceremoniemeester zijn. Namens de Stichting van Vleugels en Vrijheid is het een eer en genoegen u allen op deze jaarlijkse herdenking hier bij het hoofdmonument nabij de Abdij Leerbos van harte welkom te mogen heten. Na de coronaperiode van 2 jaar kunnen we nu weer op een gebruikelijke manier deze herdenking houden. We hebben overal gepubliceerd dat na de herdenking 2 havenvliegtuigen uit de historische verzameling van de Koninklijke Luchtmacht over zouden komen vliegen, maar helaas moet ik u teleurstellen dat dit niet het geval is. Onze voorzitter zal straks wat meer in detail hierop ingaan. First of all, ladies and gentlemen, I would like to introduce myself to you. My name is Edwin Jacobs. I'm a retired Lieutenant Colonel of the Royal Netherlands Army. Today I will be your Master of Ceremony. On behalf of the Foundation of Vleugels en Vrijheid, it is my pleasure to welcome you on this annual remembrance service. We are very happy to be able to conduct this ceremony without the corona restrictions of the last 2 years. Unfortunately, the planned flyby with 2 Harvard military aircraft after the remembrance service was cancelled some days ago. Please allow me, ladies and gentlemen, to continue in Dutch. De muzikale omlijsting van deze herdenking was verzorgd door een ensemble van de koninklijke erkende fanfare Sint Jozef Abdij, onder leiding van de heer Tom Hoeben en een ensemble van de Pipers Society of Castle Baldenvoort uit Haarlem, onder leiding van de heer John Hoebrechts. Als trompetist treedt op de heer Jean Pisters. Onze fotografen zijn de heren Wim Ermers en Peter Welters. De heer Piet Moren, die voor Leg TV werkt,
en door twee collega's wordt geassisteerd door alle activiteiten die vandaag op video worden vastgelegd. Zoals de meesten van u weten, herdenken wij jaarlijks met dit monument de vliegtuigvermanningsleden van de geallieerde strijdkracht die in Wereldoorlog 2 in het gebied van de huidige gemeente Eschwitz door oorlogshandeling om het leven zijn gekomen of ernstig gewond zijn geraakt. Na de onthulling van dit monument in 2006 zijn door onze stichting gedenktekens opgericht op 6 plaatsen in de gemeente Eschwitz, waar de vliegtuigen destijds door vijandig vuur zijn neergehaald. Bij die 6 plaatsen, plus de graf van Flight Lieutenant John Arthur, Roll Ever, op de Rooms-Katholieke begraafplaats bij de Sint-Amalberga-kerk in Zusteren, hebben de bestuursleden van onze stichting gistermiddag even afzonderlijk stil te staan bij de militairen die bij de betreffende crashes betrokken waren. Op elke locatie hebben wij met een eenvoudige kranslegging, gevolgd door het signaal Last Post en een minuut stilte, eer bewezen aan deze dappere bevrijders die hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid. Erkenning en waardering voor de offers die zij gebracht hebben, zijn volledig van toepassing. In het bijzonder gaat vandaag, ga ik vandaag het woord richten tot de volgende persoon. Particularly, I'd like to welcome the following people. De heer Hessel, burgemeester van de gemeente Eschwitz, en mevrouw Hessel. De wethouders Inge Minkenberg en Peter Pusjens van de gemeente Eschwitz. Vader Ad, Dom Malachias, de abt van Abdij Wilbos. Generaal-majoor B.D. Noordzij, voorzitter van de Vereniging van Militaire Indiegangers, district Limburg. Konrad Kuipers, commandant DGLC en DGLC staat voor Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando en mevrouw Kuipers. Kolonel B.D. Klein, hoofd van de Landelijke Organisatie van Noord-Rijnsondersteuners. The representatives of the Allied Joint Force Command Brunson, consisting of Group Captain, Royal Air Force, Robertson, Captains, U.S. Air Force, Dyson, accompanied Murphy and Hellhammer, and Warrant Officer, Royal Air Force, Tweeding. Squadron Leader, retired Thompson, or the chairman of the Royal Air Force Association Amsterdam Branch Club Limburg. De vertegenwoordigers van de Stichting 4 Mei Herdenking Eschwitz. De vertegenwoordiger van de Stichting Herdenkingsmonument Militaire te Halen. De vertegenwoordigers van de Stichting Limburgse Veteranenbank. De heer Pekkers, voorzitter van de werkgroep Monument Omgekomen Vliegtuigbemanningen tijdens Wereldoorlog 2, de Herkenbond. De vertegenwoordigers van het comité ontvangstbevrijders Maastricht-Linden. Buiten het van de VEN en de heer Van der Lee, respectief de voorzitter en vicevoorzitter van het regionaal coördinatieteam Raadvoerders Zuid-Nederland met hun partners, als mede vertegenwoordigers van de diverse afdelingen van de Bond van Raadvoerders, behorende tot het RCT Raadvoerders Zuid-Nederland en hun partners. Buiten kolonel B.D. Kloin, voorzitter Stichting Koepel Veteranen en andere uniformeerde organisaties Limburg en mevrouw Kloin. De heer Wilms, voorzitter Stichting Oorlogserfgoed Midden-Limburg, vergezeld van zijn vader. De heer Waring en mevrouw Hartkoorn van Euroradar. De heer Wilders, lid van het ons comité van aanbeveling. Een delegatie, als die al binnen is, van het AZC ECHT. Onder leiding van mevrouw Herijkers, waarvan 2 personen straks een voordracht zullen houden. Lucas Eberson en Lotte Ramakers, die straks eveneens een voordracht zullen houden, vergezeld van hun begeleidende familieleden. De oud-bestuursleden van de Stichting van Vreugde en Vrijheid, de leden van de scoutinggroep Maria Corretti, die ons vandaag bij verschillende werkzaamheden assisteren, de heer Bouwmans, de beide EHBO-personen en verkeersregelaars en alle andere genodigden die ik niet bij naam heb genoemd. Dames en heren, ladies and gentlemen, na mijn welkomstwoord zal de voorzitter van de Stichting van Vreugde en Vrijheid het woord tot u richten. Daarna zal burgemeester Hessel zijn toespraak houden. Dan zal vader Ad, Dom Malachias, ons toespreken. Vervolgens zullen Lucas, Ebersol en Lotte Ramaker een korte voordracht houden. Dan zal mevrouw
Al-Sharqawi, vluchteling uit Jemen, die vroeger bij de VN heeft gewerkt en nu in het AZC Echt verblijft, een voordracht in het Engels houden. Hierna volgt de eerste kranslegging door burgemeester en mevrouw Hessels. Deze kranslegging wordt gevolgd door het signaal Last Post, waarna 1 minuut stilte in acht wordt genomen. Ik verzoek iedereen tijdens deze eerste kranslegging, de Last Post en 1 minuut stilte, uit eerbied voor opgekomen militairen te gaan staan en de houding aan te nemen voor zover u hiertoe in staat bent. Degenen in uniform of verenigingstenue verzoek ik de eregroet te willen brengen. Vervolgens worden de overige kansen en bloemstukken gelegd met een muzikale afsluiting. Hierna zal ik weten waarom iedereen hiertoe in staat is vragen te gaan staan, waarop het Wilhelmus door de fanfare zal worden gespeeld, vervolgens tot in het pophijsje van de vlag. Mijn verzoek aan de uniformeerde en alle overige personen in de verenigingstenue is wederom het brengen van de eregroet. Dan volgt een muzikaal intermezzo door de heer Arunov, vluchteling uit Rusland, die nu in het ACC Echt verblijft. Hij zal op zijn keyboard muziek ten gehoor brengen. En tot slot, dames en heren, zal ik de herdenking afsluiten met een dankwoord. En ik zal iedereen, de genodigden, iedereen met pipes en drums voorop, zich naar de binnenplaats van de abdij te begeven voor de eenvoudige natie. Dames en heren, mag ik nu uw aandacht voor de toespraak van de voorzitter van de Stichting Vreugde en Vrijheid, de majoor buitendienst Martin van Meedijk. Dankjewel voor deze introductie. Goedemiddag, dames en heren, jongens en meisjes. Ook ik heet u allen van harte welkom bij de jaarlijkse herdenking van de Stichting Vleugels der Vrijheid. Herdenken is belangrijk, want wij mogen nooit vergeten dat vrijheid en vrede niet vanzelfsprekend zijn. Dat wij mede door de hulp van de dappere mannen die wij vandaag herdenken, in Nederland al 77 jaar in vrede mogen leven. Vrede zeer fragiel is, kunnen we iedere dag in het nieuws zien. Een bijzonder welkom aan burgemeester Hessels en mevrouw Hessels, aan generaal B.D. Noordzij, aan kolonel B.D. Klein en mevrouw Klein, aan commandant Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando, kolonel Kuipers en mevrouw Kuipers. En aan onze gasten van Joint Force Command Brunsum, Group Captain Roberts, Warrant Officer Sweeney, Captain and Mrs. Dizon, Captain Brandon en Captain Talhaan. Staat u mij toe dat ik even het woord aan onze buitenlandse gasten geef. Distinguished guests from Joint Force Command Brunsum, it's an honor to have you at our annual remembrance ceremony. You represent the brave young airmen from the United States and the United Kingdom that fought, amongst many others, for our freedom. I hope that you will have a beautiful and worthy afternoon, and I wish that you will also be our guest at the remembrance ceremonies in the future. Please allow me to continue in Dutch again. Dames en heren, jongens en meisjes. Zoals u net heeft gehoord, gaat de flyby van de twee Harvards vanmiddag niet door. Door onvoorziene omstandigheden is het voor de luchtmacht historische vlucht niet mogelijk om ons vandaag te ondersteunen. Ook vorige week hadden zij verscheidene vluchten, onder andere bij de onthulling van het monument in Soesterberg, voor Market Garden en in Groesbeek, waar zij helaas geen invulling aan hebben kunnen geven. Een woordvoerder heeft echter bij mij aangegeven dat zij het zeer jammer vinden en graag volgend jaar weer met één of meerdere vliegtuigen hun bijdrage willen leveren. Na de herdenking tijdens het samen zijn op de binnenplaats van de abdij zal ik nog even het woord tot u richten.
om wat informatie te verschaffen over waar wij als stichting momenteel allemaal mee bezig zijn. En hoe u ons daarin kunt steunen. Maar voordat ik het woord teruggeef aan de ceremoniemeester, wil ik graag afsluiten met een kort Engels gedicht dat ik bij Museum Bevrijdende Vleugels zag hangen. Dat gedicht benadrukt de essentie waarom wij hier vanmiddag aanwezig zijn. Here we, and all who shall, hereafter live in freedom, will be reminded that to these men and their comrades we owe a debt to be paid. With grateful remembrance of their sacrifice, and with the high resolve that the cause for which they died shall live. Ceremoniemeester, mag ik u het woord teruggeven? Dank u. Vooral muziek van vader. Thank you.
Dank u wel, van vader. Dames en heren, mag ik nu uw aandacht voor burgemeester Hessels. Burgemeester, mag u uitnodigen voor uw toespraak. Dames en heren, afgelopen jaar sprak ik hier over het gevoel van bevrijding na het grotendeels opheffen van de coronamaatregelen. De strekking van mijn verhaal was dat het ongepast was om dit bevrijdende gevoel te vergelijken met de bevrijding die we hier elk jaar weer gedenken. Met het beëindigen van een daadwerkelijke oorlog waar angst, verwoesting en barbarij hand in hand gaan, valt immers niets te vergelijken. Niemand verwachtte destijds dat het ergste van hetgeen waarvan we dachten bevrijd te zijn, die coronapandemie dus, op dat moment nog moest gaan komen. En al helemaal niemand hield het voor mogelijk dat hier 100 meter verderop een gebouw vol zit met mensen die huis en haard zijn moeten ontvluchten omdat een agressor hun land is binnengevallen en daar dood en verderf heeft gezaaid. Onze wereld ziet er vandaag totaal anders uit dan een jaar geleden. Waar we dachten het licht weer tegemoet te zullen gaan, is de duisternis gevallen over een belangrijk deel van ons eigen Europa en leven veel mede-Europeanen opnieuw in grote onzekerheid en angst. Gelukkig kunnen wij op onze eigen bescheiden schaal de helpende hand bieden en een klein deel van deze mensen een veilig onderkomen bieden. Ondanks onze eigen zorg over welvaart en economie, laten we ons hart spreken en bieden we hulp aan hen die in nood zijn. Dat was ook de opstelling van de mannen die we vandaag opnieuw hier gedenken. Jonge mannen in de bloei van hun leven, die hun veiligheid en zekerheid in de waagschaal stelden om ons onze vrijheid terug te geven. Wij herdenken hen hier ieder jaar opnieuw als gebaar van grote dank voor hun ultieme offer voor onze vrijheid en als signaal om nooit meer bezetting en onvrijheid toe te laten. Dames en heren, soms komen heden en verleden heel plotseling en onverwacht samen. En dat overkwam mij de afgelopen dagen terwijl ik deze woorden al had voorbereid. Afgelopen donderdag was ik op bezoek bij het echtpaar Metselmakers Worstenbak in Sint-Joost, die 60 jaar getrouwd waren. Tijdens gesprekken met mensen van die leeftijd is de oorlog al snel een gespreksonderwerp. Het is simpelweg de periode die in hun leven de meeste indruk gemaakt heeft. Mevrouw Metselmakers, of beter gezegd zus Worstenbak, vertelde dat haar vader in september 1940 hier bij Pepinesbrug bij een onverwachte geallieerde luchtaanval dodelijk was getroffen, terwijl haar moeder ernstig gewond raakte en werd afgevoerd naar een onbekende bestemming. De kinderen hadden hun vader verloren en wisten in haar herinnering dagenlang niet of hun moeder nog leefde en zo ja, waar ze dan was. Meneer Metselmakers reageerde daarop door te vertellen dat hij en hun gezin, terwijl ze ook in Pij woonden, wel iets verderop, daar helemaal niks van hadden meegekregen. Zij waren geëvacueerd naar Friesland. Hij vertelde nog steeds vol liefde en dankbaarheid over de Friese families die de Limburgers daar onderdak hadden geboden en waarmee ze nog steeds contact hadden. Gisteren was ik met een grote delegatie van onze gemeenteraad, college en raadscommissies te gast hier bij de buren van het AZC. Ook dat is de Pinesbrug. We werden toegezongen en toegedanst door de Oekraïners die daar verblijven. En we kregen hapjes en drankjes van de vluchtelingen uit tientallen andere landen. Allemaal mensen die huis en haard zijn gevlucht om aan oorlog, verwoesting en bedreiging te ontkomen. Dames en heren, het Pepinesbrug van 80 jaar geleden is het Kharkov, Mariupol of Odessa van vandaag. Het Pepinesbrug van 80 jaar geleden is het Kabul, Idlib of Aden van vandaag. En het Friesland van 80 jaar geleden is het Pepinesbrug van vandaag. Wat Piet Metselmakers en zoveel anderen toen aan gastvrijheid hebben ervaren en waar ze nu nog dankbaar voor zijn,
mogen wij nu bieden aan de oorlogsslachtoffers van deze tijd. Laten we daarom standvastig en eensgezind achter onze Oekraïense vrienden staan en de boodschap van ondersteuning en gastvrijheid actief uitdragen. Ook naar die Nederlanders toe die nu nog hun eigen belangen en angsten, hun hulpvaardigheid in de weg laten staan. Juist door open en eerlijk onze eigen ervaringen, de successen en de tegenslagen te delen, moet het mogelijk zijn om, zeker ook in nagedachtenis aan de gevallenen die we vandaag hier herdenken, solidariteit en medemenselijkheid weer de kern te laten zijn van onze Nederlandse samenleving. Dank u wel, burgemeester, voor de zeer pakkende woorden die u tot ons gericht heeft. Dames en heren, mag ik uw aandacht voor vader Abt Don Malavias, Abt van de Abdij hier in Den Bosch. Vader Malavias, mag ik u uitnodigen. Met elke mens begint de geschiedenis opnieuw. Elke mens heeft een vrije wil. Met allerlei inperkingen en voorbehouden, zeker, maar toch. Een wil die kan kiezen en een nieuw begin kan maken daardoor. Een wil die kan kiezen ook tussen goed en kwaad. En die daarmee een nieuw begin van of goed of van kwaad kan stellen. Met elke mens kan en zal de zondeval opnieuw gebeuren. Zolang de aardse tijd zal duren, zal er ook de mogelijkheid en de feitelijkheid zijn dat er geen kwade wordt gekozen. Daarom was het altijd al naïef om te denken, nooit meer oorlog. Iedere mens bezit immers de mogelijkheid en de verleidelijkheid om voor oorlog te kiezen. Zowel de omstandigheden hem of haar daartoe de mogelijkheden aan. De vele diep kleine oorlogjes die wij dagelijks uitvechten in onze eigen kring en om ons heen, had ons al uit die droom moeten helpen. En ook dit jaar heeft ons weer uit die droom geholpen. Er is weer oorlog dichtbij met voor ons onmiddellijk merkbare gevolgen. Ons samen zijn hier vandaag slaat de boog naar de Tweede Wereldoorlog. Die oorlog komt ons hier concreet nabij. Door de concreetheid van de namen die hier opgetekend staan van hen die gevallen zijn. Door de concreetheid van hun inzet en hun levenseinde. Door de concreetheid van de resten van de neergehaalde bunker, de neergehaalde vliegtuigen hier in de bunker. Die concreetheid dwingt ons ook de concrete confrontatie aan te gaan met vragen als: hoe zou mijn inzet zijn geweest? Als ik toen geleefd had, mijn verzet, mijn bereidheid te lijden en te verduren? Of had ik weggekeken en de gemakkelijke weg van de minste weerstand gekozen? En hoe zijn mijn concrete keuzes nu? Want zoals met elke mens de zondeval nu opnieuw kan gebeuren, zo kan met elke mens ook de helsgeschiedenis nu opnieuw beginnen. Onze keuzes krijgen een concrete kans als bijvoorbeeld de gevolgen van de oorlog zo dichtbij ons de kou injagen en een stukje welvaart wegnemen.
De concreetheid van de namen die we hier vandaag gedenken dwingt ons om ook zelf concreet te durven zijn. Anders blijft de herdenking hangen in het ijle. Dit ogenblik van de geschiedenis waarin wij nu verkeren heeft als voordeel, kun je zeggen, dat het de onmiddellijke samenhang duidelijk maakt tussen de grote vragen van goed en kwaad enerzijds en mijn concrete kleine leven anderzijds. Alle grote wijsheidstradities en zeker ook de Bijbel houden zich niet bezig met of iets gemakkelijk is of niet, of iets comfortabel is of niet, maar onderstrepen dat alles begint bij concrete keuzes in het klein. Ook als die ons iets vragen, ons iets kosten. Daar kan zondeval opnieuw gebeuren, maar daar kan ook heilsgeschiedenis opnieuw beginnen. Zullen zich bezig met grote dingen, ook in het kleine, in ons kleine leven. Te beogen heilsgeschiedenis te laten gebeuren. Heel concreet. Dankjewel, vader Mark Dias, voor uw woorden. Van vader Koraalbezoek.
afgekeerd. Dames en heren, we zijn nu gekomen. Dames en heren, wij zijn nu gekomen aan het moment dat we gaan luisteren naar de korte voordrachten van Lucas en Lotte. Mag ik Lucas Eversen en Lotte Raamakers vragen om hier naar voren te komen? Hoe zou het zijn? Angst, doorheid, wakker liggen door het fluit van de schoten. Hoe zou het voelen? Honger, verraad en pijn. Betalen voor niets, omdat ik niet weet waar mijn ouders zijn. Wat zou ik doen? Gaan vluchten, ben het verzet. Of doorleven, omdat ik vanzelf geen last van heb. Wat betekent dat, oorlog in mijn land? Wat zie en voel ik dan? Alle huizen afgebrand. Is altijd hoog, of hebben die direct verloren wanneer we de eerste kogel vonden? Staat iedereen te bidden en te huilen? Zou we daar met vogels spuiten? Zoveel vragen, maar ik wil geen antwoorden krijgen. Ik hoop dat het mijn hele leven vragen blijft. Vrijheid voor ons allemaal. Het zou niet bijzonder moeten zijn, maar heel normaal. En jou weer. Vrijheid, dank je wel voor mijn gedachten die ik schrijven mag. Dank je wel voor al mijn woorden die ik zeggen mag. Dank je wel voor al mijn zinnen die ik zingen mag. Dank je wel voor elke dag die ik in vrijheid leven mag. Dank je wel, Lotte. Nu kunnen we weer je plaatsje nemen. Dank je wel, hoor. Fantastisch gedaan. Ladies and gentlemen, may I have your attention for the speech of Mrs. Al-Sharghabi from Yemen, currently living in the refugee accommodation in Aden. In the past, she worked for the United Nations. Mrs. Al-Sharghabi will address us in English. Dames en heren, we gaan nu luisteren naar de voordracht van mevrouw Al-Sharghabi, bewoner van het ACC hier in Aden. Mevrouw Al-Sharghabi komt uit Jemen en heeft in het verleden bij de Verenigde Naties gewerkt. May I invite Ms. Al-Sharghabi to step forward for her speech. Hi, my name is Nada, I'm from Yemen. I will read this poem. It was written by Paul Edward, he's French, and he wrote it during the Second World War. Okay, I'll start. On my school notebooks, on my desk, and the tree, on the sand, and on the snow, I write her name. On every page I have read, on all the white sheets, stone, blood, paper, and ash, I write her name. On the golden images, on the weapons of warriors, on the crown of the king, I write her name. On the jungle and the desert, on the nests and the bushes, on the echo of my childhood, I write her name. On the wonder of the night, on the white bread of days, on the seasons in gaze, I write her name. On all my glory, on the moist sunlight swamps, on the lake of moonlight, I write her name. On each breath of the dune, on the ships and the sea, on the demented mountains, I write her name. On the glittering shapes, on the bells of charming sound, on the nature too, I write your name. On the lamb which is left, on the lamb which is not, on my reunited house, I write your name. On my greedy and tender dogs, on his great ears, on his blundering bones, I write your name. On all flesh that is in tune, on the forehead of my friends, on each outreached hand,
I write your name on the on the passionless absence on the native solitude on the footsteps of the death. I write your name by the power of the word. I start my new life. I was born to know you and to name you liberty. Thank you. Sorry, the original poet was written in French, and this was online in English. So, if there is anything about the English word, you can understand. Thank you. Thank you very much. Terry, thank you very much indeed for your excellent speech. Thank you very much. Gentlemen, we zijn nu toe aan de eerste kanslegging door de burgemeester. Deze gemeentecommandant, wilt u iedereen de houding aanhouden? Alles. Hey. Ach. Dames en heren, mag ik nu u aanhouden voor de eerste kanslegging
door de burgemeester. Wat u betreft te gaan staan, voor zover u gaat in staat. Mag de burgemeester Hetzhoff en mevrouw Hetzhoff uitnodigen. Namens de gemeente en de inwoners van de gemeente Exzuster, de eerste klasse. Dames en heren, nu volgt de laatste toast en even het stilte. Dit is Westerland, wilt u allen de eergroet laten brengen en de banieren laten leiden. Hallo, breng eergroet. Hier waar, hier, neigen. Robert, laatste toast. Inhouding, staat, hoogwaard, rust. Dames en heren, u kunt het laten. Nu voor het leggen van de overige kranten. En doorstukken. Mag ik vader af, Don Malachias, uitnodigen namens de afdeling Bos een krans te leggen.
Rex Thompson to lay a wreath on behalf of the Royal Air Force Association, Amsterdam branch, Club Limburg. Mag ik de heren Roefs en Mering uitnodigen namens het comité ontvangst, bevrijders, Maasbracht, Linnen om bloedstuk te leggen. Thank you.
uitgeheerd Bekkers uitnodigen een bloemstuk te leggen namens de werkgroep Monument Omgekomen Vliegtuigbemanningen tijdens Wereldoorlog 2 Herkenbos. AZC Echt, plus Lucas Eberson en Lotte Raamakers, onder leiding van mevrouw Heidegers, verzoeken naar voren te komen voor het leggen van een roos voor allen bij het monument. Tot slot, degenen die ik niet genoemd heb, maar wel een bloemetje meegenomen hebben, uitnodigen een bloemstukje hier bij het kransje een bloemstukje te leggen.
met de assemblée van de Pipers Society of Castle Daldencore nogmaals, maar nu in uw aanwezigheid, van harte welkom heten bij deze herdenking. U heeft door uw verrassende en onaangekondigde introductie een heel apart cachet aan de ceremonie toegevoegd. Hartelijk dank, heren en dames. Dames en heren, we gaan nu over tot het spelen van het Wilhelmus. Regiment-commandant, wilt u allen de houding aan laten nemen? Oh, hey. Acht. Nog het is, signaal bij de vlag. Regiment-commandant, wilt u allen... No heaven.
on the sky. Imagine all that people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say someday you will join us, and the world will be as one. Thank you, Val. Mr. Nikolai and Rudolf, thank you very much. Thank you very much for your play. Thank you. Dames en heren, wij zijn gekomen aan het eind van deze herdenking. Ik dank alle medewerkers aan deze herdenking van harte voor hun bijdrage en het doen slagen van deze bijeenkomst. Ladies and gentlemen, we have reached the end of the remembrance service. Thank you to all people who have supported us during the preparation phase for this event and on the day itself. In het bijzonder gaat een woord van dank uit naar. Particularly, many thanks to the following people or organizations. Vader Abt voor het ter beschikking stellen van de binnenplaats van de abdij, voor de nazit en de toiletten voor de activiteiten gedurende de hele dag. Het bloemenhuis Ringelstad voor het geleverde bloemen bij deze herdenking, maar ook bij de bloemen die gisterenmiddag geleverd zijn voor de herdenking op de crashlocaties. De Stichting Koepel Veteranen en andere geuniformeerde organisaties Limburg, SKVGOL, voor zo broodnodige financiële hulp die wij van hen hebben gekregen. Dank u wel. De leverancier van het geluid voor de gehele dag van vandaag. De koninklijk herkende van vader Sint-Jozef uit Pij onder leiding van de heer Tom Hoeven voor de muzikale omlijsting van deze herdenking. De trompetist, de heer Jean Pisters, voor zijn bijdrage aan deze ceremonie en het bezoek aan de crashlocaties gistermiddag. De Pipers Society of Castle Daldervoor voor hun bijdrage aan deze ceremonie. Lef TV voor het maken van de video en de fotografen voor hun bijdrage aan het vastleggen van de activiteiten vandaag. Degene van het AZC die een voordracht hebben gehouden en natuurlijk ook Lotte en Ramaert en Lucas Eberson voor zijn bijdrage hier. De verkeersregelaars, het IHBO personeel, de bestuursleden van onze eigen stichting en de vrijwilligers die hun steen hebben bijgedragen ter voorbereiding van deze dag en ook hun assistentie hebben geleverd vandaag. En alle niet bij naam genoemde personen en instanties die hun bijdrage hebben geleverd voor deze ceremonie. Dames en heren, ik verzoek u allen aanwezig, om zich op te stellen achter de pipers, want die staan zich dadelijk hierop. En met pipesmuziek ons te verplaatsen naar de abdij, de binnenplaats van de abdij moet ik eigenlijk zeggen, voor de natie. Ladies and gentlemen, may I ask, requested, may I kindly request to line up behind the pipes and drums in order to walk to the place where we will have a cup of coffee or tea with a slice of the first class.
Dank u wel. Thank you very much.